Het IPCC-rapport is een week geleden ongeveer uitgekomen. Er staat niet heel veel nieuwe informatie in. Maar het onderstreept nog wel dat de klimaatcrisis enorm aan het escaleren is. En dat die escalatie voorlopig nog door zal gaan, zelfs als we nu radicaal het roer om zouden gooien. Dat wil niet zeggen dat het te laat is om het tijd te keren, maar het is wel te laat nu al om te voorkomen dat het onherstelbare gevolgen heeft. Dat is nu al aan de gang. Nou hebben we een premier die reageerde op het IPCC-rapport en die was daar heel enthousiast over. En die zei, want dit is echt een enorme kans voor Nederland, want wij hebben allerlei expertise als het gaat om water. En wij kunnen vooraan lopen als het gaat om de klimaattransitie. Dus dit is een business opportunity voor de BV Nederland. Nou, was er een wijze man en die heette Albert Einstein, die zei van je kan een probleem nooit oplossen in het kader waarin het ontstaat. En dat kader heet het kapitalisme. Ik denk dat Rutte dat onderstreept. Kapitalisme kenmerkt zich door het privébezit van de productiemiddelen. Om dus een groot mogelijke vrijheid van de bezitters van die productiemiddelen om daarmee te doen wat ze willen en winsten te maken. Er is geen democratische controle over de economie en wat er gebeurt is eigenlijk het toevallige resultaat van die individuele actoren op de markt. Dat betekent dat eigenlijk er niet een controle is over de economie als geheel en dat er een drive is steeds naar ten eerste reductie van steeds grotere uitbuiting van arbeiders om de winsten op te krikken. Ten tweede allerlei vormen van kostenreductie, zoals geen acht slaan op de natuur, op het milieu, op de gezondheid van personeel. Een voorbeeld daarvan geeft Marx in het Kapitaal. Die zegt van op een gegeven moment waren er in hij heeft het over grote fabrieken waarin mechanische machines stonden waarmee gewerkt werd. En hij heeft het dan over de veiligheidsmaatregelen voor het personeel, om het personeel te beschermen daartegen. Want wat er vaak gebeurde was dat de machine werd gewoon aangezet en mensen zaten er met de handen nog tussen. En die verloren vingers, verloren ledematen. En toen zijn er pogingen geweest om dat aan banden te leggen via wetgeving. En daar is keihard tegen gestreden door de kapitalisten. Dat was absoluut niet te doen om dat tegen te gaan. En uiteindelijk is dat probleem alleen maar opgelost doordat de fabrikanten van de machines zelf gratis machines maakten waarin er al veiligheidsmaatregelen zaten. Dus het hele idee van een bel of zo, even een signaal geven voordat de machine aangaat of zo, dat was echt absoluut not done. Nou ja, inmiddels zijn we wat verder en er is meer wetgeving, er is meer bescherming en dat allemaal. Maar kijk naar de coronacrisis en hoe mensen in slachthuizen, in distributiecentra nog altijd op elkaar werden gepropt en in gevaar werden gebracht op hun werk. Dus dat principe gaat nog altijd door en ik denk niet dat daar fundamenteel iets veranderd is. Laatste aspect is de drive naar schaalvergroting. Er is concurrentie tussen verschillende bedrijven. Die moeten zo efficiënt mogelijk produceren om die concurrentie aan te kunnen. Dat zorgt voor een enorme schaalvergroting. En dat wordt vervolgens allemaal gedumpt op de markt zonder acht op wat er eigenlijk nodig is. Dus er is inherent een enorme overproductie van spullen die we niet nodig hebben. Dit geheel zorgt er eigenlijk voor dat de economie, wat eigenlijk de basis van elke samenleving is, omdat het gaat over hoe gaan we onze behoeften bevredigen, hoe gaan we ook op dag tot dag met elkaar om, dat zich eigenlijk helemaal aan de menselijke en maatschappelijke controle onttrekt. Nou ja, dat is kapitalisme. De vraag is, wat is socialisme? Heel kort gezegd, is socialisme
in zekere zin de opstand van de maatschappij tegen die individuele parasieten die die economie zich toe-eigenen, dat terugnemen en onder democratische controle plaatsen. Ik denk dat je dat zo zou kunnen zien. Wat zijn dan de productiemiddelen? Ja, het zijn de grote fabrieken, dat is het transportsysteem, dat is het financiële systeem. En dat onder democratische controle plaatsen. Nou, dan kan je socialisme eigenlijk op twee manieren soort van opvatten. Als aan de ene kant als de strijd, hè, als wat wij doen, als wat socialisten, zeg maar de politiek van socialisten. En je kan het opvatten als de naam van de maatschappij die we nastreven. En ik heb een beetje getwijfeld van waar moet ik het nu over gaan hebben? Van moet ik het gaan hebben over hoe ziet socialisme eruit? Moet ik het gaan hebben over wat is socialisme nou als politiek? En wat ik eigenlijk wil doen is om allebei een beetje te bespreken en de samenhang ertussen omhoog te halen. Met name aan de hand van het denken van Marx en hoe zich dat ontwikkelt gedurende zijn leven. En tot slot wil ik nog iets zeggen over de consequenties van onze opvatting van socialisme voor de strijd nu. Hoe je een revolutie maakt is van invloed op hoe je socialisme eruit ziet. Dat zei Milko Hitiya-Bessy een uurtje geleden. En dat vond ik een hele goede opmerking, want daar wil ik eigenlijk heel erg op doorgaan. Nou goed, laten we beginnen bij de inzet van Marx en Engels. Engels die schrijft, socialisme is de leer van de voorwaarden voor de bevrijding van het proletariaat, ofwel de arbeidersklasse. En Marx die zou het daar zeker mee eens zijn. Maar het is belangrijk om te zien dat het beeld dat Marx eigenlijk vooral een econoom was en alleen maar geeft aan arbeiders, of dat idee niet klopt en dat wel degelijk een soort bredere inzet was. Nou, dat zie je bij Engels bijvoorbeeld. Een van de grappige dingen of mooie dingen is dat Engels als jonge man schrijft een gedicht genaamd Florida. En dat is eigenlijk een lofzang op de gewapende strijd van de Amerikaanse Indianen tegen de Europese kolonisten. Heel erg een viering van de strijd tegen het kolonialisme. Dat is heel typisch eigenlijk in zijn vroege werk. Zoiets, viering van dat soort strijd tegen onderdrukking zie je heel erg in Marx ook. In een van zijn filosofische jeugdwerk heeft hij het over de categorische imperatief om je te verzetten tegen alle verhoudingen waarin de mensen vernederd, een geknecht, een verlaten, een verachtelijk wezen is. Dus zijn inzet van eigenlijk allebei is de volledige menselijke bevrijding. En van daaruit komen ze uiteindelijk tot de arbeidersklasse. Nou ja, wat je daarin ziet is dat, in dat citaat al over de verhoudingen en de geknechte mensen en zo, is dat die strijd niet zomaar een kwestie is van individuele rechten, maar van het veranderen van omstandigheden. Dat zagen ze heel snel in. Onderdrukking is een maatschappelijke organisatie, heeft een maatschappelijke organisatie, die moet omvergeworpen worden, want structurele problemen vragen altijd om collectieve oplossing. Marx die begon zijn politieke leven als een radicale, liberale democraat. Dus, wel in een periode van de grote democratische revoluties, hij was geen D66'er of zo, maar dat was wel het beginpunt voor hem. Twee zaken liep hij heel snel tegenaan. Eerste was de lafheid van de liberale beweging. Hij kwam erachter dat de rijke liberalen vaak heel erg bang waren om voor hun principes op te komen. Uit angst dat ze daarmee de onderklasse zouden mobiliseren. Die zij als een bedreiging zagen. De gevaarlijke volksklassen, zoals die wel werden genoemd. Ten tweede liep hij er als geëngageerde liberale journalist al heel gauw tegenaan dat politieke vrijheid niet in een vacuüm bestaat. En hij schreef artikelen over het voornemen om het sprokkelen van hout verboden te maken. En eigenlijk het sprokkelhout te privatiseren
in zekere zin. En zo kwam die eigenlijk op het sociaal-economische aspect van onderdrukking. En vervolgens zag hij ook in de praktijk hoe die gevaarlijke volksklassen, waar de liberalen zo bang voor waren, hoe die in de praktijk het historische toneel betraden. Toen in 1844 de wevers in Silesië, dat was in het oosten van Duitsland, in opstand kwamen en begonnen te vechten voor hun rechten. Toen herkende hij eigenlijk het centrale belang van de strijd van dat soort mensen zelf voor die bevrijding. En dat is ook het moment dat hij op zoek ging naar aansluiting bij de arbeidersbeweging. Nou, dan wil ik iets zeggen over het Communistisch Manifest, wat een heel belangrijke tekst is. Marx schreef dat manifest in opdracht van de Bond der Rechtvaardigen. Dat wordt verschillend genoemd. Het was een hele rudimentaire arbeidersorganisatie van Duitse arbeiders in Engeland, geloof ik. Op dat moment. Hij werd in ieder geval lid van die club. Het is niet zo dat Marx zei van ik ga met de arbeiders aan de gang, arbeiders komen naar mij. Nee, hij sloot zich aan bij een bestaande revolutionaire arbeidersbeweging of een socialistische arbeidersbeweging, bood zijn diensten aan en werd vervolgens ingezet door die lui van hey, jullie kunnen goed schrijven, schrijf ons manifest. Het is heel grappig om te zien hoe dat in de praktijk ging, want ze werden in het begin helemaal niet zo vertrouwd, want dit waren hooggeschoolde heren in een heel ander milieu. En ze werden best wel kort gehouden, weet je wel. Ze kregen strenge deadlines van we moeten deze academici niet te veel ruimte geven. Dat was een beetje het sentiment. Het product daarvan is het Communistisch Manifest. En eigenlijk is het goed om te zien dat aan de ene kant is het Communistisch Manifest een van de eerste soort van volwassen uiteenzettingen van de idealen van Marx en Engels, van het wetenschappelijke socialisme, zoals ze het toen noemden. Maar aan de andere kant is het heel erg ook een directe interventie in de strijd op dat moment. Het is geschreven aan de vooravond van de revolutie van 1848. Ik weet niet of jullie het hebben gelezen, maar in het derde hoofdstuk staat dus een hele lijst van eisen die, tweede hoofdstuk, van eisen die heel erg betrekking hebben op wat is nu de inzet van de arbeidersklasse en de socialistische beweging in de revolutie van 1848. En dat was geen socialistische revolutie, dat was een democratische revolutie. Nou, dat is nog steeds heel relevant, nog steeds heel interessant om terug te lezen. Maar het is niet meer, weet je, dat aspect van het manifest is duidelijk verouderd. Ook omdat we dat soort revoluties op die manier niet meer gaan meemaken. Dus ik wil het hebben over wat het zegt meer over als het gaat om de principes van Marx en Engels. Nou, een van de belangrijke, en met name als het gaat om van hoe ziet socialisme eruit. Nou, een van de belangrijke ideeën die erin naar voren komt, is dat kapitalisme niet zijn eigen graf graaft. Het gaat niet automatisch instorten, maar het brengt wel zijn eigen grafdelvers voort. En die grafdelvers die moeten nog wel even grafdelven en het lijkt erin, of tenminste, goed, maakt niet helemaal uit hoe dood hij is, als mijn aarde overheen. Maar in ieder geval, het is iets wat de arbeidersklasse zelf moet doen. En de arbeidersklasse moet dat doen niet omdat ze nou het ergst onderdrukt zijn, of omdat ze het meest zielig zijn, of omdat ze wat dan ook, maar omdat ze hun specifieke plaats innemen in de maatschappij. Eigenlijk is de arbeidersklasse is de eerste, historisch gezien, de eerste sociaal-economische onderdrukte klasse die de potentie heeft om de heersende klasse te worden. Ja, omdat de productie onder het kapitalisme enorm sociaal geworden is. Heel veel mensen werken dagelijks samen om te produceren. Kan de arbeidersklasse in feite zelf de controle over de maatschappij overnemen op een manier die bijvoorbeeld de boeren niet konden, die bijvoorbeeld de slaven in de antieke oudheid niet konden. Dat is eigenlijk het grote belang. Dat zorgt noodzakelijk dat als arbeiders de productie overnemen, dat het op een heel democratische manier zal gaan. Want je kunt niet op een andere manier doen, dus coördinatie nodig. En omdat zo'n grote onderdrukte klasse zelf de heersende klasse kan worden, heeft
arbeidersklasse ook de potentie om daarmee alle klassen tegenstellingen op te heffen, omdat het helemaal geen belang heeft om andere klassen te onderdrukken zelf. Dat is eigenlijk het belangrijke idee van Marx en Engels in het Communistisch Manifest. Dat heet dan de dictatuur van het proletariaat. Op het moment dat, of zo noemde Marx dat, op het moment dat de arbeidersklasse de macht neemt. En dat klinkt heeft nu een heel andere connotatie dan het toen had. Maar wat je daar eigenlijk uit moet verstaan is dat Marx zag elke vorm van elke staat als een vorm van klassendictatuur. Voor hem leefden we in de dictatuur van de bourgeoisie. En als hij het heeft over een dictatuur van proletariaat, dan had hij het over de alleenheerschappij van de sociale klasse. Maar de sociale klasse die de meerderheid van de bevolking uitmaakt. En die noodzakelijkerwijs heel democratisch georganiseerd moet zijn. Want anders is het niet een dictatuur van de klasse, dan is het een dictatuur van een kleine groep mensen. Dus het idee was dat arbeiders, dat was nog het idee althans in het Communistisch Manifest, dat arbeiders de staat over konden nemen, die konden gebruiken om vervolgens het kapitaal te onteigenen en zo verder te gaan. Nou, het tweede belangrijke idee is in het Communistisch Manifest is dat kapitalisme een wereldmarkt is. Er staat een citaat in over hoe de lage kosten de Berlijnse of de Chinese muren slechten en tariefmuren naar beneden haalden en hoe het kapitaal zo heel de wereld verovert. En omdat het kapitaal een wereldmacht is en het kapitalisme een wereldmacht is, moet de socialistische revolutie ook een internationaal fenomeen zijn. Hè? Niet voor niks eindigt het manifest met proletariërs alle landen verenigd. Het was niet alleen maar van, maak eerst je, dat had een heel belangrijke politieke achtergrond. Maar ik denk dat in heel veel opzichten waren zowel het doel als het middel in het Communistisch Manifest nog best wel vaag. Van hoe ziet dat er dan uit? En ik denk dat dat ook niet toevallig is. Het had te maken met de hele inzet van Marx en Engels. En ze hadden eerder al gezegd van socialisme of communisme, dat moet een werkelijke beweging zijn van de voor zijn bevrijding strijdende arbeidersklasse. En dat wil dus al zeggen dat het niet het najagen van een soort van blauwdruk is, maar iets wat organisch groeit uit de strijd zelf. En daarom konden mensen als Marx en Engels, vonden zij zelf althans, eigenlijk alleen maar de algemene contouren van zo'n maatschappij schetsen en niet de concrete invulling daarvan. Ik denk dat dat nog altijd klopt. En daarnaast was het dus zo dat een socialistische revolutie nog niet op de hele actuele agenda stond, omdat er nog allerlei burgerlijke democratische revoluties aan de gang waren. Maar goed, een aantal van de principes waren al helder en in ieder geval was het duidelijk dat het proletariaat zichzelf moest bevrijden. Wat is dan de rol van socialisten en communisten? Nou, in het Communistisch Manifest heet het, dit is een citaat, de communisten onderscheiden zich van de overige proletarische partijen alleen daardoor dat zij aan de ene kant de nationale strijd van de proletariërs in de verschillende landen, in de nationale strijd van de proletariërs in de verschillende landen de gemeenschappelijke en van de nationaliteit onafhankelijke belangen van het proletariaat hoog houden en doen gelden. En aan de andere kant daardoor dat zij op de verschillende trappen van ontwikkeling die in de strijd tussen proletariaat en bourgeoisie doorloopt, steeds het belang van de gehele beweging vertegenwoordigen. Dus om dit even te unpacken, want het is een karakteristiek lange zin. Het eerste punt is, onderstreept heel erg de gezamenlijke belangen. Dus communisten moeten laten zien wat de gezamenlijke belangen zijn tussen arbeiders uit verschillende landen, maar ook bijvoorbeeld uit verschillende sectoren, in verschillende bedrijven. Ook tussen arbeiders bestaan er allerlei deelbelangen, oproepkrachten versus vaste contracten, steeds het algemene belang van de klasse laten zien. En ten tweede, het tweede punt onderstreept denk ik vooral het idee van politieke leiding. Klassenstrijd vindt op allerlei niveaus plaats. Het gaat over arbeidsduur, het gaat over bescherming op je werk, het gaat over je loon. Dank u.
En door politiek leiding te geven, proberen socialisten eigenlijk, en dat heeft ook relatie met het eerste punt, die klasse steeds meer te vormen tot een echte klasse, tot een iets wat zichzelf ook opvat als een klasse. En dat in een revolutionaire richting te doen. En dat werkt niet omdat socialisten nou zo slim zijn dat we een geniaal idee hebben waar we arbeiders van gaan overtuigen, maar omdat het in het objectieve belang is van arbeiders om zich op een revolutionaire manier te bevrijden. En dat we dus ook in de praktijk kunnen aantonen dat dat de logische consequentie is van de belangen die naar voren komen in onze strijd. 20 jaar later wordt de Eerste Internationale opgericht en voegt Marx daar, worden dingen wat concreter, ook op basis van allerlei strijd. Een van de dingen is dat de strijd tegen onderdrukking wat minder, niet zozeer of nog crucialer wordt als het gaat om een strategisch doel. En dat zie je op allerlei niveaus. Ik kan ze niet allemaal langs lopen, maar in ieder geval komt er op allerlei niveaus naar voren dat de strijd voor de bevrijding van de arbeidersklasse tegelijkertijd de strijd voor de opheffing van onderdrukking moet zijn. En alleen maar dat kan zijn. Nou, goed, we hadden het eigenlijk in de laatste meeting ook al over. Het socialisme wordt nu eigenlijk de strijd voor de collectieve zelfbevrijding van de arbeidersklasse. Dat is ook dat bekende citaat van de emancipatie van de arbeidersklasse kan alleen het werk van de arbeidersklasse zelf zijn. Dat werd een beetje het onofficiële motto van de Eerste Internationale. Zelfs de officiële, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Een van de eerste beslissingen die Marx nam, of erdoor drukte eigenlijk in de Eerste Internationale, was een steunbetuiging aan de noordelijke staten in de burgeroorlog. Die vochten tegen de zuidelijke staten die de slavernij in stand wilden houden. En Marx die benadrukt het belang van die strijd tegen slavernij, onder andere in het Kapitaal. En daar schrijft hij: in de Verenigde Staten van Noord-Amerika bleef iedere zelfstandige arbeidersbeweging verlamd, zolang de slavernij een deel van de republiek ontsierde. Daar waar de arbeid in een zwarte huid wordt gekluisterd, kan de arbeid in een witte huid zich niet vrijmaken. Maar uit de vernietiging van de slavernij ontsproot onmiddellijk een nieuw verjongd leven. De eerste vlucht van de burgeroorlog was de strijd om de 8-urige werkdag, die zich met de 7-mijlslaarzen van de locomotief verspreidde van de Atlantische tot de Stille Oceaan, van Nieuw-Engeland tot Californië. Dus hier was het. Hij onderstreept hier het strategische belang van de strijd tegen slavernij voor de arbeidersklasse als geheel. Ander aspect wat je waar je dat in ziet is de onderdrukking van de Ieren. Dat is al wat bekender, daar wil ik niks over zeggen. Maar ook een ander conflict wat je zag in de Eerste Internationale was een conflict met de aanhangers van Proudhon over de positie van vrouwelijke arbeiders. De aanhangers van Proudhon die zeiden van nee, we willen dat mannen werken en die moeten een inkomen hebben waarmee ze hun gezin kunnen onderhouden. Want eigenlijk wordt arbeiders het recht op een gezinsleven ontzegd. Nou ja, Marx en Engels waren natuurlijk principieel tegen het kerngezin zoals dat bestond. Maar zij onderdrukten, of zij gingen hier ook daarom er tegen in. Maar ook, even zien. Oh, wacht. Dus niet alleen om principiële redenen gingen ze daar tegen in. Marx die achtte het überhaupt uitgesloten dat een revolutionair proces kon plaatsvinden zonder de actieve deelname van vrouwen daaraan. En hij prees bijvoorbeeld het feit dat in de Amerikaanse socialistische beweging op dat moment vrouwen volledig gelijke rechten hadden in de socialistische beweging, wat absoluut nog niet een gegeven was in andere landen. En aan de andere, wat hij ook deed na de Parijse Commune, waar vrouwen een heel belangrijke leidende rol in speelden, was dat hij bijvoorbeeld bepleitte dat vakbonden aparte vrouwenafdelingen zouden gaan opzetten. Als dat het makkelijker maakte om meer vrouwen erbij te betrekken. Dus hij was heel erg tegen gesegregeerde afdelingen, maar wel om de
om vrouwen actiever bij de strijd te betrekken, dat een goed middel zou zijn. Oké. Nou ja, verder is het idee, daar heeft Milko ook al iets over gezegd, door Lenin nog verder uitgewerkt als het gaat om de strijd van onderdrukte volkeren en zo. Nou, misschien de belangrijkste ervaring in deze periode is de Commune van Parijs zelf. En die concretiseert Marx een idee eigenlijk. Al in 1845 schreef hij in de Duitse Ideologie: revolutie is niet alleen nodig omdat de heersende klasse op geen enkele andere manier omvergeworpen kan worden, maar ook omdat de klasse die haar omverwerpt er alleen in de revolutie in kan slagen om zich te ontdoen van alle oude drek en zo geschikt te worden om de samenleving te herfunderen. Dus een revolutie is net zo goed mogelijk voor de arbeidersklasse om in een positie te komen, om de kracht te vergaren, om ook de maatschappij op een democratische manier te kunnen organiseren. We worden op elke dag worden we kein gehouden op ons werk, worden we onderdrukt op allerlei verschillende manieren. Die strijd om daar, dat moeten we doorbreken, willen we op een collectieve democratische manier de hele maatschappij gaan runnen. Nou ja, in de Commune van Parijs werd heel erg duidelijk hoe dat eruit kon zien. Omdat je daar dus een heel directe, een heel ander soort van staatsvorm zag. Met heel directe participatie, met de massale directe democratie. En na afloop van de Commune, ja, een van de dingen trouwens die hij heel erg prijst daarin is dat de Commune heel erg de fouten niet probeerde te bedekken. De Commune die schreef heel erg wat de besluiten waren, wat de discussies waren. Dat publiceerden ze in allerlei tijdschriften. En dat werd door Marx in het bijzonder onderstreept als iets belangrijks. Omdat dat een soort van collectief iedereen deelgenoot maakte van dat proces. En ook een soort van leerproces vorm kon geven. Dus op basis van die ervaring van de Commune van Parijs zegt hij van: nee, het idee dat we de staat zomaar zouden kunnen overnemen, dat klopt niet. We moeten de staat stuk slaan en we hebben een heel andere staatsmacht nodig. Wat de staat zal zijn van de arbeiders zelf, zonder politie, zonder een leger, zonder een bureaucratie, waarin alle bestuurders verkozen zijn, op elk moment terug te roepen zijn en waarin geen enkele bestuurder meer verdient dan de mensen die vertegenwoordigt. En ik denk dat daar heel erg duidelijk wordt wat die strijd tegen onderdrukking zo fundamenteel maakt. Want we zullen met een beetje samen boven onszelf uit moeten stijgen en ook de collectieve banden moeten smeden om daar een soort van basis voor te leggen. Dan ga ik proberen heel snel iets te zeggen over wat daar de consequenties van zijn. Want een andere wereld komt niet uit de lucht vallen, moet door strijd worden gevormd. En ik denk dat het idee van dat we toewerken naar zo'n vorm van radicale democratie is hele consequenties heeft voor hoe we werken. Even zien. Dus Marx' stelling dat we in het Communistische Manifest dat socialisten aan invloed kunnen winnen door steeds de gezamenlijke belangen te onderstrepen. Okay. Ja, ik ben aan het afronden. Misschien ietsje lang. Dat we door de gezamenlijke belangen te onderstrepen en de samenhang tussen kleine dag-tot-dag strijd en het grote doel aan te wijzen. Dus heel erg wezenlijk is. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk continu bezig zijn om grotere delen van de arbeidsklasse te betrekken bij strijd. Maar ook om die strijd zo democratisch en transparant mogelijk te laten verlopen. Als wij willen laten zien als revolutionairen dat onze ideeën meer aansluiten bij de ervaringen en belangen van arbeiders, dan willen we dat we in collectieve strijd zoveel mogelijk mensen opletten van welke keuzes er worden gemaakt en wie er gelijk heeft met die keuzes. En betrokken is bij het denkproces over wat is de volgende stap van de beweging. Als wij die dingen alleen maar bepleiten achter gesloten deuren naar
de voorzitter van de FNV of iets dergelijks, en het komt niet, wordt niet gezien door de achterban van de FNV, dan kan er niet zo'n collectief leerproces plaatsvinden. Dus we streven altijd naar zo groot mogelijk eenheid, zoveel mogelijk transparantie en zo transparant mogelijk democratie binnen onze bewegingen. Daarbinnen denk ik dat we dat je aan invloed kunt winnen door steeds te laten zien dat je het belang van het geheel, van de klasse als geheel, als uitgangspunt neemt en niet de sectarische belangen van je eigen organisatie. Dat is denk ik de manier waarop je wezenlijk aan invloed wint, juist omdat de organisaties zoals de FNV, de behoudende organisaties, het tegenovergestelde doen. Ja, uit een behoudendheid proberen de strijd te remmen. Nou, ik denk dat we op die manier, en dat zijn hele grote, er zit natuurlijk heel veel tussen, maar door op die manier te werken, leg je eigenlijk op een heel kleine manier al een basis voor het collectieve beheer dat je nastreeft. Hè. Die participatie in de strijd leert mensen hele nieuwe dingen die ze op hun werk niet leren, op school ook niet. Geeft ze zelfvertrouwen om dingen te doen die je geleerd wordt dat je maar beter niet kunt doen. Leert mensen dat ze zelfstandig kunnen analyseren, dat ze kunnen discussiëren, dat ze samen beslissingen kunnen geven, dat ze leiding kunnen nemen. Samenwerking legt een basis voor nieuwe sociale verbanden die ons er in staat stelt om onze vervreemding in ieder geval een klein beetje op te heffen en elkaar in ieder geval een klein beetje op te tillen. Het zorgt er ook voor dat we meer interpersoonlijke relaties terugclaimen in zekere zin, maar steeds meer de markt steeds meer bepalend is van wie je ziet op een dag. Ga eens na van hoeveel van je maatschappelijke interacties eigenlijk economische transacties zijn. Dat is denk ik het grootste deel van de gesprekken die je op een normale dag hebt. Misschien dat COVID de boel wat omgegooid heeft, maar zo normaal gesproken denk ik dat de markt heel erg bepalend is in die maatschappelijke relaties. En ik denk dat dus dat het op al dat soort manieren daartoe bijdraagt. En ik denk dat is een idee wat eigenlijk later nog veel meer uitgewerkt wordt door Trotsky. Daar wil ik eigenlijk bij eindigen. Dat is het idee van het eenheidsfront. Daar is al heel vaak iets over gezegd. Aan de ene kant is een eenheidsfront is een elementair feit dat je altijd meer mensen moet betrekken bij je strijd. Dat je altijd op basis van belangen eenheid moet smeden. En daaruit volgt dat je de tactiek dat je door dat te doen en die belangen centraal te plaatsen aan invloed kunt winnen en een radicaliserende werking kunt hebben op die collectieve strijd. Maar er is ook nog zoiets als de strategische oriëntatie daarachter. Trotsky zegt op een gegeven moment, het eenheidsfront is, of de Sovjet is eigenlijk, dus arbeidersraad is eigenlijk de meest ontwikkelde vorm van het eenheidsfront. Dus eigenlijk niks anders dan wat je al doet in een kleine actie in het klein, dan op het allergrootste niveau, op het niveau van op een revolutionair niveau. En ik denk dat uiteindelijk wat de arbeidersraden waren, wat de commune was, dat was een zelforganisatie van arbeiders in een revolutionair proces, die door de manier waarop dat uitgroeide ook zelf de kern kon vormen voor een nieuwe radicaal-democratische staat en dus een basis kon zijn voor collectief zelfbeheer.